de kleur meegekregen. Daar vind je een aantal andere groepen. En met die groepen, aan die groepen presenteer je je spullen. Daar is ook een jury bij. En die jury zal dus per lokaal, per kleur, wijst die aan welke groep die voorronde wint. Dus, en die lokale die vind je als je dus hier die kant op loopt, aan het eind rechts, die gang die je daar ziet, daar vind je de lokale en die hebben een kleur gekregen. En die kunnen kosten even de kleur van de kerst. Veel succes! Hadden jullie ongeveer gemaakt? Nou, twee kleipoppetjes, die vonden een flesje in de berm. Ja. En die gingen ze recyclen. Dus een bootje van gemaakt, kwam een eiland aan. En dat eiland is helemaal verwaarloosd, zodat mensen allemaal dingen weggooiden. Okay. En die opgingen ruim in de afvalbak. Een flesje en een gezond. En Jordi, jullie zijn ook van het Ulof College. Hoe hebben jullie tot nu toe de Digivent Digi-Challenge ervaren? De opdracht zelf was leuk. Ja? De foto's maken was echt leuk. En dan, het was even met de trein en zo. Maar de andere filmpjes waren ook leuk. Mm-hmm. Je denkt dat je een kans maakt? Ik hoop het. Yo. Ja. Wat denk jij erover? Zat je in dezelfde groep? Ja, we zitten in dezelfde groep. Okay. Ik vond het ook wel leuk, alleen het was soms wel moeilijk om erop terug te zitten. En monteren was ook wel moeilijk. Was het vooral in het begin heel moeilijk om iets te verzinnen en daarna liep het wel? Of, Eigenlijk ging het in het begin heel goed en daarna werd het heel moeilijk. En ben je door deze opdracht nu ook beter over het milieu gaan nadenken? Of is dat weinig invloed? Dat deed je sowieso al. Oh, deed je sowieso al. Okay. Wij zijn heel milieubewust. Wij laten nooit de kraan aan staan. Hebben we drie jongens van het Pieter Zandt College in de Kampen. Zij hebben net een workshop gevolgd. Hoe heet jij? Ik ben Jelle. Okay, en je was nogal erg enthousiast over de workshop. Ja, vertel eens, wat hebben jullie gedaan? Workshop, dan kun je zelf koken, dingetjes maken. Je kan lekker creatief zijn. Dus je kan gewoon je eigen, wat je zelf leuk vond, gewoon maken. Mm-hmm. En mag ik jou vragen, hoe heet je? Klaas. Oké, en wat heb je geleerd van deze workshop? Hoe je met basisdingetjes, kleine dingetjes, toch iets leuks kunt maken. Okay. En wat heb je gemaakt? Wat is de basis geweest? Je krijgt ik zal het even laten zien. Je krijgt een klein batterijtje, een trillmotortje. Mm-hmm. En een tandenborstel. De tandenborstel moet je afknappen. Ja. En dan moest je het kleine trillmotortje bevestigen aan de batterij en dan mocht je er zelf wat leuks omheen. Oké. Okay. Je had een groot platform met trillmotortjes en batterijen. Maar dat was dus... Nou, heel mooi. Het ziet er heel aardig uit. Ik ga zo even kijken of die ook werkt. Heel erg gemaakt.
Jij hebt ook wat iets gemaakt. Stel je even voor. Ik ben Wouter. Ja. En ik heb daarmee meegeholpen. Oké, je hebt er samen deze gemaakt. Ziet er heel creatief uit. Nou, moet je het lijkt wel een beetje op een soort Batman creatie of zo. Ja, een beetje. Is dat een beetje de... Zo'n gevechtshelikopter. Een gevechtshelikopter, oh ja, daar lijkt het meer op. Zo'n Apache. Oké. Ja. Ja. Misschien kunnen we hem even laten... Dat is geen Lyman, maar dat vraag je net op. Ah, kijk, hij trilt al. Grap. Dan gaat hij opdraaien. Dit was het eigenlijk een beetje te broer. Ja, erg mooi, jongens. Dat in een hele korte tijd gemaakt. In 1 uur, hè? In 1 uur. De jury bestaat uit... Meneer Hofman, ik ben een van de directieleden van deze academie. En ik mag straks het genoeg hebben om de winnaar bekend te maken en de prijs uit te reiken. En naast me zit mijn collega. Oké, Beta Sionis. Ik ben van de marketing, communicatie en de voorlichtingsafdeling. En in dat kader mag ik jullie ook beoordelen. En ik ben Inga Hofman en ik ben 4e jaar student digitale communicatie. Jotica. Nou, bedankt.